Yo gasten, Beer weer en ik word een beetje gek van deze, wat kan ik noemen, video's via de laptop. Dus de camera is verstuurd, dus dat gaat nog 2 weken duren en ik heb geen zin om 2 weken dit te gaan doen. Dus ik had de vraag, heeft iemand van jullie misschien een tweedehands camera die ik kan kopen? Ik zag al 1 comment staan van ja, ik verkoop een Kodak i8 of zoiets was het. En toen ik keek, zag dat er best goed uit. Hij zei, sta op internet, moet je kijken. En ik zag op Marktplaats een paar staan. Maar toen stuurde ik hem een linkje van, ja, welke ben jij? En hij heeft daar niet meer op gereageerd, dat is wel jammer. Maar ik moet sowieso even een andere camera hebben, want ik ook mensen in mijn klas die vonden mijn filmpjes eerst leuk, maar die zeggen nu, ja, die kijken nu eigenlijk niet meer, want het zijn alleen maar laptopfilmpjes. En waarschijnlijk, ik heb 600 abonnees, maar er kijken er maar 300, dit, waarschijnlijk. Alleen maar omdat ze hem gewoon leuk vinden om, ja, ik weet niet. Ik vind er zelf eigenlijk ook niet zo bijzonder veel aan, tenzij weer mijn broertje kan binnenlopen. Maar ik zag laatst een leuke op YouTube is er zo'n kanaal en die heet Ted en dat gaat over ideas worth talking about en dit zijn allemaal soort van hoorcolleges over bepaalde onderwerpen. En er was er eentje bijvoorbeeld over hoe mensen gestimuleerd worden als ze iets visueels zien, bijvoorbeeld als je een presentatie houdt, hoe erg dat eigenlijk helpt qua visualiteit. En er was ook eentje over een soort van waterfles. Die zag ik ook. Die vond ik heel goed. Over een man die had een waterfles uitgevonden. En daardoor kon je zo... deed er fel water in. Hij deed er rioolwater in. Toen deed er water uit de stad van de rivier daar erin. Allemaal dingen. En toen legde hij de theorie achteruit. Klonk best slim. En toen deed hij... in die fles. En up, helemaal schoon. Puur drinkwater. Hij dronk het zelf op. Dus dat vind ik, het is gewoon zo'n goede site en een goede kanaal. Ik zal ook wel even een link doen. Maar ik zag ook een hele leuke en daarom glimlach ik nu. Want het is een, we gingen een prestatie over waarom glimlachen nou zo, wat glimlachen met je doet. En dan had hij heel onderzoek, was 12 minuten of zo, en over glimlachen en wat het met je doet. En ik vind het zo fascinerend gewoon om te zien hoe dat allemaal in elkaar zit. Maar er was ook eentje bijvoorbeeld, make love, not porn. Die vond ik ook wel goed. En wat de uitspraak uit de hippie tijd is: make love, not war, but not porn. En daar ging het over als je seks hebt, waarom je, wat dan zo raar is vergeleken met pornofilms. En dat vond ik ook wel heel grappig om te horen. Want de prestatie werd gehouden door een vrouw van 70 of 60 of zo. En dat maakte het ook alweer komisch. Maar kijk even, dat kanaal is best lekker. Ik ga zo meteen heerlijk genieten van platgedrukte muffins. Oh. Dus ze zijn wel lekker, ook al zijn ze plat. Maar voor de rest, ik spreek jullie later wel weer. En laat alsjeblieft een comment achter als je nog een camera te koop hebt toevallig. Want dan lijkt me gewoon zo chill om weer te kunnen filmen. Want we gaan binnenkort, binnenkort helemaal niet, over een jaar paintballen. Want we hebben uitgevonden hoe het nou eigenlijk goedkoop kan. Ik heb een beetje rondgezocht, maar jullie hadden comments achtergelaten van ja, daar kan het niet 18 plus, daar wel. En er is eentje bij mij in de buurt, maar daar heb ik naar gemaild en die reageren niet. Reageren nog steeds niet, dus ik ga... een keer maar bellen. En ik heb nu SE-week, dus gaat sowieso niet doen binnenkort. Maar het filmpje loopt er weer veel te lang uit. Niemand kijkt meer. Tenminste, wel veel. En dat is grappig. Ik had weer een gamefilmpje geüpload. Waar ik zei van, ik vind het niet zo leuk meer. En dinges. Maar ik heb die comments doorgelezen. En het is echt, wow. Ik heb echt nog gewoon zoveel vaste goede kijkers. En ik ben helemaal gemotiveerd om weer commentaar te doen. En te gamen. Ik heb gisteren en eergisteren en die dag ervoor ook weer op de Xbox gezeten. En het is gewoon... zo leuk, want dat is echt waar ik op kick, die comments. Dat is het enige waar ik het voor doe. En als ik een filmpje zou doen bijvoorbeeld met 10 comments, dan vind ik dat niet leuk. Ook al kijken 1000 mensen het, het gaat me niet om die views, het gaat me om de comments. En dat vind ik gewoon, dat waardeer ik zo erg, die comments. Maar even kijken, ja, je hebt hier geen timer, dit is zo'n skere webcam. Dat is even wat ik wou delen. Ik heb nu een hele leuke achtergrond die je bij Aaron zag, weet je wel, dat ik zo zit. Sexy. Maar dat was eigenlijk alles wat ik wou zeggen. En ik spreek jullie later weer. Ciao. Trouwens, het ziet er sexy uit zo. Mm.